Ik kom bij meneer Krijger uit Eibergen. En u bent sinds 1963, dat is al een hele tijd geleden, actief als kerkorganist. Dat zal wel blijken, dames en heren. Hij houdt van muziek, al van jongs af aan. En u hebt vroeger verschillende kerkelijke gemeenten in Nederland gewerkt. Ik zie Schiedam, ik zie Heumen, ik zie Geesteren, Gelderland. En ik zie sinds 1985 Eibergen. Nederlandse grote kerk. U bent ook actief geweest als koordirigent, sinds 78 dirigent van de christelijke gemeentezijnvereniging. Oefening nooit opgegeven, uit Eibergen, mooie titel. In het verleden bent u ook koordirigent geweest van Komt Nu Met Zang uit Veldstaan. De Korsels gemeenkoor, gemeenkoor in Gameren en de kanterij in Nijverdal en Rijssen. Voor de protestantse gemeente Eibergen-Rekken bent u sinds 1998 actief. Leider van de muziekvereniging Luisteren naar Muziek. Vanaf 2002 dirigent van het jaarlijkse gelegenheidskoor. En vanaf 2006 leider van de Bach-kantaten Luistergroep. Daarnaast actief in de commissie Liturgie, Eredienst en de Gezangdienstcommissie, de waslijst. De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmuzici bestaat sinds 1 januari 2009 en is ontstaan door het samengaan van de Koninklijke Organistenvereniging en de GOV Vereniging van Kerkmuzici. Het is een vereniging van beroeps- en amateurorganisten en kerkmuzici in welk kerkgenootschap dan ook. En u bent gedurende de periode 2001 tot 2009 secretaris geweest van de GOVVVKF. GOVVVKF. Als afgevaardigde hiervan en later van de KVOK is de heer Krijger sinds 2004 lid van de commissie Orgelzaken. En die behartigt de belangen van alles wat met orgel en orgelmuziek in de protestantskerk in Nederland te maken heeft. Sinds het ontstaan van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmuzici in 2009 bent u bestuurlijk actief als tweede secretaris en is u voorzitter van de KVOK Admin Gelderland. In zijn hoedanigheid als tweede secretaris initiatiefnemer en mede-organisatie betrokken bij de studiedagen voor het nieuwe Libro, dat in 2013 is verschenen en verder heeft hij het feit dat zit in de Kerkmuziek. Muziek was al vroeg een lust en een leven lezen. Kerkorgel maakte daarmee de meeste indruk. Ik vind het interessant om nog even te memoreren dat u oud-militair bent. En in 1995 uitgezonden naar Bosnië. En daar hebt u op een orgel gespeeld dat al jaren niet bespeeld was. En de kerkgangers daar bijvoorbeeld een geweldige ervaring om muziek te horen weer in de kerk. En daar hebt u voor gezorgd. U volgt nog steeds orgelles, dat snap ik niet als je zo'n staat van mensen op zijn om nog beter te leren spelen. Meneer Krijger, op basis van al die activiteiten die we zien, wordt ook u gekwalificeerd als iemand die zich ruime tijd te laten op de samenleving of ingespannen aan andere studie ligt. En met groot genoegen mag ik u meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om ook u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.